Dit is belangrijke informatie voor iedereen die landwerkzaamheden in de agrarische sector verricht. Weet u al dat de Massey Ferguson's Dynashift versnellingsbak is geïntroduceerd voor alle MF3600 trekkers? Met Dynashift kunt u schakelen zonder de koppeling te bedienen, schakelt u met de toppen van uw vingers en raakt u tijdens het werken minder vermoeid. In de fabrieken te Beauvais zijn inmiddels meer dan 50.000 stuks MF-trekkers van de 3000, 3100 en 3600 serie geproduceerd. Massey Ferguson exporteert meer dan 75% van haar productie en is dankzij voortdurend nieuwe ontwikkelingen in staat haar positie als werelds marktleider op trekkergebied te handhaven. Als gevolg van een gezond marketingbeleid en het luisteren naar de behoeften van de klant is na een lange wereldwijde testperiode de Dynashift geïntroduceerd. Zo, is hij nou alweer terug? Wat een tijdsbesparing met de Dynashift. Wel nu, wat weet u al over de MF Dynashift? Het is de nieuwe onder belasting schakelbare versnellingsbak, welke door Massey Ferguson is geperfectioneerd voor de trekkers van haar 3600-serie. Waarbij u ten alle tijde over de juiste snelheid en trekkracht onder sterk wisselende omstandigheden kunt beschikken door middel van een klein hindeltje aan het stuur dat u met uw vingertoppen kunt bedienen. Hoe kan dat? In de cabine zit een hendeltje waarmee u zeer eenvoudig de ideale versnelling voor uw werk kunt selecteren. Het is links naast het stuur gemonteerd en met de linkerhand kunt u nu de Dynashift bedienen terwijl u aan het stuur draait en gelijktijdig met de rechterhand de omkeerschakelhendel bedient. Schakelen met de Dynashift kan zowel in de voor- als achteruitversnelling zonder dat u de koppeling hoeft te bedienen. Dit maakt het rijden bijzonder gemakkelijk. Hoe werkt dat? Heel eenvoudig, kijkt u maar. Dynashift bestaat uit een 8 versnellingen gesynchroniseerde versnellingsbak met omkeerschakeling en een powershift versnellingsbak. De Dynashift zorgt ervoor dat u door middel van 2 planetaire tandwielstelsels en 2 hydraulische koppelingen in elk van de 8 versnellingen 4 trappen onder belasting kunt schakelen. Dynashift is een zeer geavanceerd systeem. Het bevat geen roterende afdichtingen en een minimum aan draaiende componenten. Dit maakt Dynashift tot de meest efficiënte manier van schakelen die op dit moment op de markt is. Door de Dynashift in combinatie met de omkeerschakeling te gebruiken, kunt u snel en efficiënt met uw MF-trekker werken. Voor trekkers in deze vermogensklasse biedt MF u met Dynashift de meeste versnellingen, maar liefst 32 voorwaarts en 32 achterwaarts. En dan nog iets. Het houdt tevens in dat MF de enige fabrikant is die u 15 versnellingen tussen de 4 en 12 km per uur kan aanbieden. U bedient de Dynashift met de toppen van uw vingers via een handig hendeltje dat aan de stuurkolom is gemonteerd. De Autotronic zorgt voor een soepele schakeling en veiligheid terwijl het eventuele storingen lokaliseert. Door de eenvoud van het Dynashift systeem is het gemakkelijk in gebruik en uiterst betrouwbaar. Het streeft alle andere systemen voorbij. Wanneer u dit eenmaal heeft meegemaakt, wilt u nooit meer wat anders. De moderne landbouw vraagt steeds meer vermogen en MF voldoet aan deze vraag door de robuuste 3600-serie. Haar extreme kracht en efficiëntie, haar veelzijdigheid en comfort zorgen ervoor dat u op de best mogelijke manier kunt werken, hetgeen wonderen oplevert voor wat betreft uw productiviteit. De zeer sterke geïntegreerde fronthef is dusdanig ontworpen dat het mogelijk is te werken met de zwaarste werktuigen. Op dezelfde wijze is de vooras ontworpen, welke ervoor zorgt dat het maximale motorvermogen wordt overgebracht op de voorwielen. Met uw linkerhand stelt u de voorwaartse snelheid in, terwijl uw rechterhand vrij is om elke andere handeling te verrichten.
Tijdens het ploegen is het zeer gemakkelijk om gelijktijdig de hefinrichting te bedienen, hetgeen de werktijd verkort. Wat ook uw snelheid is, Dyna Shift geeft u de mogelijkheid rustig van versnelling te veranderen naar gelang de werkomstandigheden en zo dus altijd het maximale vermogen van uw motor te benutten. MF3600 trekkers zijn bedoeld voor het zware werk op grotere bedrijven. Elk detail is ervoor ontworpen om het werk makkelijker te maken, zoals de hoge bodemvrijheid voor het probleemloos overrijden van obstakels. Evenals de 50 graden stuuruitslag van de voorwielen, welke het u mogelijk maakt zelfs met de meest robuuste werktuigen te manoeuvreren. Omdat de Dyna Shift zo efficiënt is, is meer dan 90% van het motorvermogen beschikbaar voor de aftakas, wat een record is voor dit type versnelling. De elektronisch gecontroleerde inschakeling van de aftakas garandeert de veiligheid van de trekker en het werktuig. Met Dyna Shift kunt u de snelheid verhogen of verlagen zonder de koppeling in te trappen, waarbij u het maximum rendement van uw werktuig behaalt. U heeft altijd de juiste snelheid om het maximale vermogen te gebruiken. Een elektronisch bedienbare hefinrichting is standaard op alle trekkers van de MF3600 serie. Door zo'n krachtige hydraulische systeem kan uw trekker alle werkzaamheden aan. Het moeilijk werken met halfgedragen ploegen, met veel weerkerende handelingen, heeft geleid tot de introductie van de Dual Control. Dit is een systeem om alle halfgedragen werktuigen door middel van één hendel te bedienen, wat exclusief is voor Massey Ferguson. Dual Control en Dyna Shift geven u alles wat u nodig hebt om gemakkelijk, efficiënt en nauwkeurig te kunnen werken. Met de Datatronic kunt u de wielslip meten en het maximum toelaatbare percentage instellen. Hiermee bereikt u maximale efficiëntie zonder de structuur van uw kostbare grond aan te tasten. U heeft een efficiënte motor, een nauwkeurige koppeling en een ideale versnellingsbak. Alles is erop afgestemd om de hoogste productiviteit vanaf een comfortabele werkplek te verkrijgen. De stuurkolom is telescopisch en kantelbaar. Het uitzicht is panoramisch en de bestuurdersstoel is luchtgeveerd. Alles is erop gemaakt dat u zich volledig op uw werk kunt concentreren. Comfort, kracht en flexibiliteit zijn verhoogd door Dyna Shift, wat makkelijker rijden en betere vermogensoverdracht tot gevolg heeft. Werken met een rotor kopeg in combinatie met een zaaimachine vergt een hoge hefcapaciteit en een maximaal aftakasvermogen. Door zijn grote hefcilinders heeft de 3600 serie een hefcapaciteit van 7,8 ton. De superieure motoren van de 3600 serie geven een hoog maximum koppel bij een laag motortoerental. Dat geeft de zekerheid van een goed doortrekkend vermogen, een lange levensduur en een laag brandstofverbruik. Het ergonomische concept van Dyna Shift maakt een gelijktijdige bediening van de versnellingsbak en de controle van de werktuigen mogelijk. De linkerhand bij het stuur voor bediening van de Dyna Shift, de rechterhand voor de hefboom en de werktuigenbediening. Bij dit soort werk maakt de Dyna Shift versnellingsbak het rijden onder alle denkbare omstandigheden makkelijker. En dat kan ook haast niet anders met 32 versnellingen. Alors, toujours d'attaque à cette heure? Oui, on attend la moissonneuse. Bien. Et cette nouvelle boîte? Dyna Shift? Oh, c'est une bonne boîte. Comme d'habitude, le tracteur a tourné toute la journée. Et on ne devrait pas, on ne fatigue pas donc. Bon, elle va demain alors. Dyna Shift heeft zowel directe als indirecte veiligheidsvoorzieningen. Zoals wanneer u direct door de vier Dyna Shift versnellingen schakelt, controleert de Autotronic Unit de toerental terugval en het tempo van schakelen, zodat de motor niet wordt gesmoord. Wanneer u terugschakelt, beschermt het de motor tegen te hoge toerentallen. Schakelend van A naar D neemt de snelheid toe met 62% zonder dat u de koppeling hoeft te bedienen. Al met al kunt u met de Dyna Shift op twee manieren besparen. 40 km per uur bij vol motorvermogen om tijd te sparen of 30 km per uur in de overdrive om brandstof te besparen. De trekkers uit de MF3600 serie zorgen voor een nieuwe dimensie dankzij een krachtige en economische motor, een voorbeeldige elektronische hefinrichting, ongeëvenaard rijcomfort met de Dyna Shift, uitzonderlijke manoeuvreerbaarheid en een comfortabele geluidsarme cabine. Het weer.
Overwegend zonnig met hier en daar een bui. Maar daar hoeft u voorlopig niet uw paraplu voor op te steken. Tot zover het weer en nu muziek.